bij Rianus Live. Daar ben ik weer met een unboxing. Ja, mijn camera staat heel raar. Hij is vastgetaped en ik moet dus een beetje bukken, anders zie je hem maar niet. Maar in ieder geval, ik heb hier weer voor me de Beauty Vopox. De zomereditie. Ja, ja, ik heb hem toch maar weer besteld. Want ja, er zitten toch weer allemaal producten in. Ik denk van, die ga ik toch, ook niet, wel een beetje zakken, die ga ik toch gebruiken. En als eerste kan ik al meteen laten zien. Ja, die heb ik al meteen omgeruimd. Dit is dit kettingtje. Dit heeft dan wel een waarde van 60 euro wat er dan meteen in zit. Oké. Okay. Maar hij is echt prachtig met een schelpje eraan. Echt. En dat is van... Die zal ik er vast uitpakken. Ivy, Pearl en Gems Jewelry. Die zit dus in zo'n zakje. En ja, ik vind hem echt prachtig hangen. Dus die zit er sowieso al in. En dan is hij natuurlijk, zoals we gewend zijn, natuurlijk goed gevuld. Ik vind hem wel minder dan andere edities. Maar, nou ja, ik zal het laten zien dat je gewoon echt alles kan... Oh, ik moet echt bukken, anders zie je nu maar niet. Alles kan gebruiken. Nou, er zit natuurlijk weer een prijslijst zit erbij. Nou, ik weet dat het die 60 euro is. En wat zit erin? Trouwens, heel veel vegan producten deze keer. En het heeft deze keer een waarde van 275 euro. En je betaalt ervoor 72,50. Maar, en dat vermelden ze niet, er komt wel 5,95 verzendkosten bij. Dus uiteindelijk zit je op 78 euro. Maar dan nog zal je merken, dus 78 euro, oké, die gaat er al af, is 60. Maar, ik ben eerlijk, die had ik anders niet gekocht. Dus die reken ik niet bij van het bedrag. Dan zit daarbij in een tandenborstel. Een bamboetandenborstel. Die heb ik vast even opengescheurd. Kan je altijd gebruiken. Altijd handig, kan je altijd gebruiken. Maar natuurlijk zullen ze nooit alleen een tandenborstel doen. Dat doen ze natuurlijk ook bij een tandpasta. En die is ook vegan. Die heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik neem aan dat dit heel apart zal smaken. Dus deze twee zitten erin. En dan moet ik meteen even op mijn lijstje kijken. Nee, dat gaat gewoon echt te lang duren als ik op dit lijstje ga kijken. Voor wat dit kost. Nou ja, 3 euro en 4 euro. Een tandpasta van 4 euro. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Maar dat moet ik nog even testen. Maar dat is altijd handig om te gebruiken. Een gezichtsmasker kan je ook altijd, vind ik, gebruiken. En zeker dat het zo warm is geweest. Dit is een speciale hydraterende masker. Dus altijd handig. Maar is voor mij ook maar een paar euro. Dat valt ook mee. Natuurlijk een zonnebrand factor 30. Toen dacht ik, mijn zonnebrand is bijna op factor 30. Dus die moest ik toch al hebben. Deze moet ik zeggen, hij is een olie met factor 30. Hij trekt snel in. Alleen als je gaat zweten en hij komt in je ogen... Normaal prikt een zonnebrand, maar deze prikt echt verschrikkelijk in je ogen. Dus ik raad hem aan om niet op je gezicht te sprayen, maar wel op je lichaam. Dus die kan ik altijd gebruiken. Dan zit daar ook in, zal ik even snel kijken wat die zonnebrand kost. Die zonnebrand kost normaal 14 euro. Dan altijd van André Lon, de nieuwste shampoo. Klei, fris en zuiver. Je ziet het ook in de reclame voorkomen. Een shampoo, een conditioner en natuurlijk ook een droog shampoo. Ik was mijn haren 1 keer in de week. Ja, ja, meer niet. Nou, nu met het warmer weer dan 2 keer. Maar echt niet meer. En voor de rest doe ik gebruik dus als het er vet uitziet een droog shampoo. Maar omdat ik eigenlijk al maanden 1 keer in de week mijn haren was, ziet mijn haren er ook niet meer vet uit. Dus ja, ik heb daar niet zoveel aan. Maar hier kan ik mijn dochter blij mee maken. Dus niet voor niks. Dan zit daarin een body scrub. Vind ik altijd heel erg fijn voor onder de douche. Natuurlijk ook een douchegel van Dove, de nieuwste, een oil body wash, dus een olie body wash voor onder de douche. Altijd handig, met een zo'n dop, ruikt iets minder, het is ook van gember, dus, maar hij is natuurlijk heel goed voor je huid. Dan heb je van Olaan zit ook altijd een product in, normaal zit er vaak een serum in of een dagcreme en dit keer is het iets nieuws. Is een detox en glow dagelijks gescrubt. Dus deze kan je elke dag gebruiken, die scrub voor je gezicht. Met vitamine E en vitamine B. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, want ik ben gek op de producten van Olaus. Nou ja, we weten dat er elke 3 maanden natuurlijk ook, want hij komt 1 keer in de 3 maanden uit. Je bent niet, het is geen abonnement. De producten zie je al vooraf op een Instagram account. Kan je al vooraf zien welke producten erin komen. Waarvoor ze zijn, waarvan ze daan komen. Dus dat kan je altijd al lezen op Instagram. Dus dan kan je eigenlijk ook beslissen, koop je de box of niet. Koop je hem niet, koop je hem niet. Er zit altijd een dagcreme in. Nou ja, mijn dagcreme, althans alle producten die erin zitten. De meeste
gaan bij mij gewoon ook binnen 3 maanden op. Dus ja, of ik geef nu in 1 keer wel 78 euro uit, maar ik geef de rest van de 3 maanden geen geld meer uit aan de producten. Ik heb zoiets van, ik haal het er echt heel erg uit. Dit keer zitten van Nivea een dag- en een nachtcreme in. Die zijn 14 euro per stuk, dus daar ben ik heel blij mee, want mijn dagcreme was inderdaad dus bijna op. En dan, die heb ik er niet meer in zitten. Er zit ook altijd een cleanser in, want die heb ik toevallig al aan mijn hulp gegeven. En een cleanser, ja, daar heb ik nou echt genoeg van. Want ik vind een cleanser gaat bij mij niet op in de 3 maanden. Dus dat is eigenlijk het enige product, en dan wat make-up, wat ik niet na 3 maanden weer nodig heb. Maar voor de rest gaat alles op. Dus ik vind het echt, nou ja, dat weet je niet meer, de moeite waard. Er zit trouwens dit keer ook een voetenmasker in. Dat is natuurlijk heerlijk met het warme weer. Al is het vandaag, zoals je het licht waarschijnlijk gaat merken, soms is het wat donkerder en wat feller. Want dan is het zonnetje er en het zonnetje is er niet. Maar een voetenmasker. Ook, ja, ik vind het wel heel lekker. Dan zit er in een body scrub. Nou ja, er zit altijd een soort van body lotion. Nu zit een body. Nee, een body butter zit erin van Sarka. Er zit er de vorige keer, zat hij er ook in. Bij mij is hij bijna op. Nog niet helemaal. Maar je hebt nu eentje voor de zeer droge, gevoelige huid. Dus dat kan ik goed gebruiken, want mijn huid is heel erg droog. Omdat ik ook, dus ook veel binnen natuurlijk ben, als het niet mooi weer is. Maar deze, zal ik hem even snel... Nou, ik ga het einde weer, voor degene die het wil, ga ik de prijs opnoemen. Dat is dus van Sarka, de body butter. Dan, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar, dit is van Terme een antitransparant 0%. Een deodorant, die kost normaal 8 euro. Nou, ik ga niet een deodorant proberen van 8 euro, maar deze. Althans, ik heb hem al trouwens al geprobeerd. Dit, kijk, die draai je open. Dan komt daar een cremetje uit. Pak je met je vinger. Dat smeer je zo onder je oksels. Heel dun laagje en je zweet niet. Want ik heb hem gisteren en eergisteren al geprobeerd. Weer een beetje cremetje. Zo onder je oksel. En je zweet niet en je ruikt niet. Ik vind deze echt... Ik weet zeker als deze op is, dat ik deze ga kopen. Want ik denk ook ten eerste dat je er lang mee doet. Maar je zweet gewoon niet. Dus ik vind hem echt ideaal. Dan zit er in van Bio Oil. Van die droge huidgel voor je wondjes, je littekentjes. Nou ja, die heb ik nogal. Dus een kleiner potje, maar wel... Want dit koop je in een klein potje en een groot potje. Want dit zijn wel, laat maar zeggen, full size producten. Zoals ze dit noemen. Dat is dit dus ook heel duidelijk. Sorry dat ik heel snel praat. Maar ik kan nog maar heel even opnemen. Dan is je vol. Dus ik moet opschieten. En anders wordt het ook een beetje saai, denk ik. Dus zo eentje, dit potje. Nou, ik vind het altijd heel handig om in huis te hebben. Die van mij was dus ook al op. Ik moest hem al hebben. En dat ik ook zag dat deze erin zat, dat er een nacht- en een nachtcreme in zat, een body butter, een zonnebrand, een douchegel, een body scrub, dat er eigenlijk al in zat, toen had ik al zoiets van, ik ga die box hoe dan ook aanschaffen, want ik haal dat geld gewoon uit. Dus, handig. Dan heb je van dit merk van Yorgobe, dat zeg ik waarschijnlijk helemaal verspreken het verkeerd uit. Daar zat vorige maand een masker volgens mij in. Of vorige maand, vorige keer. Dus vorige 3 maanden. En daarvoor zat hij in de dagcreme. En dit gebruikt mijn dochter nu. En dit keer zit er een serum in. Een hydrating glow serum. Dit is wel een serum van 40 euro. Dus ja, als je een serum van 40 euro hebt en een kettetje van 30, van 60, dan gaat het snel. Maar dan nog. Je haalt, zoals je ziet, je haalt het er gewoon uit. Er zit altijd wel wat van make-up in. En daar zit dit keer in. Een 4D mascara en dan hoop ik dat ik dat kan laten zien, want ik zag bij anderen dat ze er erg enthousiast over waren. En trouwens, ik hoop dat de box er nog is, want ze hebben dit keer 830 stuks, niet meer. En ze zijn afgelopen, het is nu zondag, ze zijn afgelopen maandagavond uitgekomen. En ze hadden er gisteren nog 80, dus ik hoop dat die er nu nog is. Dus ga ik ook meteen online zetten, dus sorry als die... Ik ga hem meteen online gooien. Als je nu wil. Oh, dit is een heel mooi borsteltje. Kijk, en als je hem eruit haalt, ik weet niet of je het ziet, zit er niet meteen heel veel van die mascara op, wat je normaal gesproken wel hebt. Maar dat krijg ik niet in beeld. Maar kan ik het zo op mijn wimpers smeren, dat je het kan zien. En als je trouwens mascara opdoet, kijk, je gaat normaal omhoog kijken. Nee, het beste is als je naar beneden kijkt. En eigenlijk hoor je beneden een spiegeltje te hebben, want dan kan je echt
alle haartjes pak je dan veel beter mee dan dat je zo omhoog kijkt en het zo doet. Dus spiegeltje hier beneden leggen en dan zo je mascara op loen. Zo, zie, ik weet het niet, maar ik zit op een afstandje en ik zal het verschil tussen die oog met mascara en die. Ik weet niet of jullie het zien. Hopelijk even. Onderwippers vind ik altijd trouwens een drama om te doen. En helemaal niet vanaf een afstandje. En waarom we altijd zo doen? Geen idee. Maar voor mij doet iedereen. Zet je hem zo op. Dus. Dit is een mascara. Oké. En dan hebben we nog een bronzer. Oh, kijk. Die gaat zo open. Kijk, prachtig. En dit keer komt het mij ook heel goed uit, want die had ik dus nodig. En heb ik al speciaal, sorry, mijn kwast neergelegd. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we hier mee kunnen. Ik had geleerd, je moet een soort E maken, zo, in eerste instantie. Oh, wat een lekkere zachte kwaststijl, maar met een bronzer schijn je dus ook een beetje zo te kunnen contouren, een beetje zo. En altijd even een beetje zo doe ik hem. Oh, hier, maar ik heb een idee dat ik nu te bruin ben, maar dan geeft het misschien wel net even een glitsje. Of ben ik nou, als ik zo meteen klaar ben met filmen, heb ik van mezelf een clown gemaakt. Dat zou natuurlijk ook kunnen, want ik zie het gewoon niet goed door het licht. Oké, dit noemen ze swash. Ik weet niet hoe je het noemt hoor, ik ben geen. Oké, ik doe op mijn vinger en dan doen jullie het hier. Oké, ja, je ziet hem wel. Nog een keer. Ja, je ziet hem wel. Alleen ik vraag me af, ben ik nou zo meteen helemaal oranje? Ben ik nou helemaal oranje? Nou ja, maakt ook niet uit. Toch duurt niet uit. Hè? Dus dat scheelt. In ieder geval, die zat er dus ook in. En daar, als je merkt waar ik de meeste tijd voor besteed, die en die ben ik enthousiast over. Nou, dit waren de producten. Het zijn er dus weer genoeg. Ik zou zeggen, de moeite waard. Wil je hem nog bestellen? Het is vandaag zondag 28 juni. Bestel hem vandaag. En over 3 maanden komt hij weer uit. En dat kan je dus zien op hun Instagram account. En eigenlijk voordat hij uitkomt, daarvoor komt elke dag een product in beeld. Heeft het zin om de prijs op te gaan noemen? Heb ik nog tijd? Ik heb nog 1 minuut. Dus ik ga ze heel snel opnoemen. En voor degenen die de prijs niet interesseren, zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot snel weer. Doei. Oh, en er komt als het goed is straks of morgen nog een box unboxen. Maar die is niet gekocht. Die heb ik gekregen. En die is, ik ben zo benieuwd. Maar dat wil ik gewoon gaan filmen als die ga uitpakken. Oké, de prijzen. Dat serum is dus 40 euro. Dit mooie kettingje, ja, ik vind het echt prachtig, is 60 euro. Die deodorant is 7,99. Die zonnebrand is 14 euro. Deze bronzer, zo, is 25 euro. Dat is trouwens wel vegan. Die serum is vegan, die deodorant is vegan, de zonnebrand is vegan. De poeder, bronspoeder, die bronzing is vegan. Die tandenborstel van 3 euro is vegan. De tandpasta is vegan van 4 euro. De Food Spa Mini 2-in-1 is ook vegan van 3 euro. Oh, er zit ook trouwens nog een waterspray in voor je gezicht en je lichaam. Die ligt in de koelkast. Die is 3 euro. Dan heb je die gezichtsmasker van 3 euro. De klei fris en zilver van Andrion. Die shampoo is 5 euro. De conditioner is 5 euro. En de droogshampoo is 6 euro. Die 4D Lash mascara. Nou, volgens mij is dat de mooiste mascara die ik heb gehad. Is trouwens ook vegan, maar die is 20 euro. De body butter is ook vegan. Die is 18 euro. Die van Olaas, die dagelijkse scrub, is 8 euro. Die bio-oil voor de droge huidgel, dat kleine potje, dat klopt, is 6,95. De Nivea dagcreme en nachtcreme, die zijn biologisch en die zijn dan 13 euro per stuk. De DNA, die cleansing, die 3-in-1 is vegan, die heb ik dus weggegeven aan mijn hulp, die is 7 euro. De body scrub is vegan, is 5 euro. En de body wash van Dove is ook vegan, voor 7 euro. En dan kom je uit op een totaalbedrag van 275 euro. En nu is hij vol. Bedankt voor het kijken. Doei. Sorry.
Thank you.